Aanstaande zaterdag, Champions League finale, Juventus Real Madrid. Ik heb deze 5 gasten meegenomen. En wat hebben zij gemeen? Juist ja, ze hebben allemaal in de kleedkamer gezeten bij Royston Drenthe. Speciaal voor Voetbal International trekt Royston Drenthe weer zijn voetbalschoenen aan. We gaan met Roya Galactico's knallen. We zijn hier bij Neptunus, ja, waar je ooit gevoetbald hebt. Ik heb voor jou 5 jongens daar aan de lat gehangen, waar jij mee gespeeld hebt en in de kleedkamer hebt gezeten. Oké. Wat we gaan doen, met je gouden linkerbeentje, ga jij zeggen van ik ga die raken. Volgens mij liggen links en daarboven ligt Sergio Ramos, toch? Juist. Gaan we met Sergio beginnen. Prima. Royston Drenthe, a.k.a. Roya to Faces. Poging 1, Sergio Ramos, linksboven in de kruising. Oh! We hebben meer ballen nodig, man. We zagen het poging 1 was bagger, poging 2. Oi, oi! Hey! Ja, ja. Die tellen we. Deze telt toch of niet? Die tellen we. Sergio Ramos, de aanvoerder van Real Madrid. Ik denk dat zijn aura enorm veel arrogantie uitstraalt, maar hij is totaal niet arrogant. Heb je een kleine persoonlijke anekdote over hem? Dat je denkt van, dat heb ik met hem meegemaakt. Hij was altijd de type om zeg maar het vuurtje aan te steken. Juist. Dus als er kleren in het zwembad gingen of iemand zijn schoenen werden opgehangen, of iemand met de verkeerde auto kwam, was hij altijd degene die het als eerst deed, maar eigenlijk kreeg iemand anders altijd de schuld. Ja, een van de grootste stokers uit de kleedkamer, ja. Okay. Hij en Guti waren wel een beetje Guti die... Ook? Ja, ja, Guti. Dat waren die opstokers van dingen ophypen. En dan pas wanneer het echt uit de hand gaat lopen, dat ze zeggen, jongens, kom op, nou was een geintje. Dat is een geintje. Rechterkruising, onze vriend Ronaldo. Dan hebben we nog Marcelo. Laten we daar stoppen dan ga ik Marcelo pakken. Mooi! Oeh! Ah! Dat is hem wel, hoor. Nee joh, dit is waardeloos. Ja! Oh! Hey joh! Hey! Tellen we? Deze moet je tellen, man. Deze tellen we! Marcelo, ook een linksback linkshalf. Een concurrent van jou bij Madrid. Wat voor jongen was het? Een geboren linksback die weet wat hij kan doen op die positie, begrijp je? Spreek je hem nog wel eens? Want ja, af en toe. Onder Pellegrini hebben we om en om zelfs een tijdje gespeeld. Onder Schuster speelde ik regelmatig ook op andere posities. Maar enorm veel respect voor deze gozer, man. Wie gaan we nu doen, Roya? Karim? Nee, we gaan eerst voor Ronaldo. Schiet eruit! Oh! Ja! Oh! Oh, hij is nog net heel gebleven. Hij is nog net heel gebleven. Deze man, die kan geschiedenis schrijven. Die kan ik net als Clarence Seedorf 4 keer de Champions League winnen. Oh. In mijn tijd lag hij goed in de groep. Ja, hij was nieuw. Grijp, jij kwam van Manchester, was al de Ronaldo die iedereen kon. Ja. Ik heb geen issues met hem gehad, totaal niet. Ik had een enorm mooie tijd met deze jongen. We hebben nog over, Roya. We hebben Higuain en Benzema. Twee spitsen. Dan ga ik eerst voor Benzema. Juist. Om het feit dat met Higuain heb ik de mooiste heb ik hele mooie tijd meegemaakt bij de... Nee. Oeh! Ah. Ja, oh! Nou, deze kunnen we niet tellen, helaas. Oeh! Wow! Benzema, de stille kracht! Ja! Yeah! Hey! Benzema! Puta. Nee, Karim was wel. was wel de key van de vrouwen. Ja? Als er dus, laten we het zo zeggen, als er een verdachte vrouw in Madrid was, waar wij zeker van wisten dat ze niet uit Madrid kwam, of uit omstreken Holland, Parijs, dan wisten we dat Karim daarachter zat. Steekje voor vrouwen, mooie vrouwen. Mm-hmm. Had hij over. Ja, zeker. Dus Karim had niet alleen over doelpunten, maar ook voor mooie vrouwen. Hoe zeg je dat op zijn Spaans ook alweer? Mujeres guapas. Er hangt er nog één. Ja. Die speelt natuurlijk nu niet meer bij Real, maar toen de tijd wel. Bij Juventus, nee. Spits voor Juventus, Gonzalo Higuaín. Ook een geweldenaar. Jammer dat ik die foto's niet bij me heb. Ik heb geweldige foto's van hem en mij samen bij mij thuis. Serieus? Ja, we speelden altijd eigen helft. Ken je dat spel? Nee. Nou, dat is doelen. Ja. Mag je niet over de lijn, middenlijn, en dan moet je elkaar blazen. Ben je zelf keeper en zelf schieten. Mm-hmm. En dat speelden we dan voor billenkoek of we speelden dat voor 50 euro, 100 euro. Gewoon gezellig, ik Marcelo Higuaín. Maar Higuaín had er op een gegeven moment een handje van. Bij mij thuis kwam, was altijd gezellig in de tuin. Gingen we barbecuen, lekker chillen als we vrije dagen hadden. Royita, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Estoy en casa, amigo. ¿Qué pasa? Vale, vale, ahora voy. Niet eens vragen van wat ga je doen of ga je nog iets anders doen. Het was gewoon van ik kom nu. Ja. En dan stond hij dan voor. Mooi. Hey! Jammer. Oeh. Ai, 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 ai. Oeh.
Dan moet het maar zo. Ja. Wij uitgooi alles van ons staan. En deze stemmen wij graag hoor. Ondanks de uitglijden maakt niet uit. Ja, deze man is echt mijn stalker. Eerlijk is eerlijk. Ik wil natuurlijk dat Real Madrid de cup pakt, maar als hij een hat-trick scoort tegen Real Madrid, ik gun het hem van harte, man. Hij leeft ook, begrijp je? Hij is gewoon een levensgenieter, maar is ook een professional. Wat denken we dat het wordt zaterdag? Ik denk 1-1 reguliere tijd, verlenging. Denk ik dat Real Madrid 2-1 heel snel gaat maken. En doordat Juventus dan aangeslagen is, maken ze in de verlenging ook nog 3-1. Net voor de penalty-serie. Roya, hoe vond je het weer om lekker te voetballen? Ja, lekker, lekker. Jullie zien het, buikje is aan het zakken, buikjes, jongens. Ja, ik zie het. Als we onderhand vaker doen. Onderhand alweer 9 kilo afgevallen en zo, je ziet het. Dus ja, die power is terug.